Hallo en welkom in een nieuwe video. En vandaag wil ik het met jou hebben over wat is geluk. Wat is geluk? Hoe weet je of je gelukkig bent en of je zelf niet iets wees aan het maken bent? Ik hoor veel mensen zelf zeggen, ik wil gelukkig zijn. En zelf heb ik het mezelf ook al meermaals horen zeggen. Alleen weten ze niet wat het is dat hen gelukkig maakt. Laat staan omdat ze weten hoe dat voelt om gelukkig te zijn. Nu, de laatste weken zat ik opnieuw in een soort van void, een soort van leegte. En je zou het kunnen omschrijven als een plek waar dat er heel veel is en uiteindelijk toch niks is. En in die plek verliezen verlangens hun kracht. Je zou misschien zelfs bijna denken dat je een stukje depressief aan het worden bent, omdat niets jou nog echt triggert, dat niets jou nog echt meeneemt, enthousiast maakt. Maar het is vooral ook een tijd waar, en vooral een ruimte, waar je niet langer geleid en gestuurd wordt door omstandigheden van buitenaf, en zelfs ook niet door innerlijke drijfveren. En daarom kwam ik met de vraag van, ben ik gelukkig? En wat betekent geluk voor mij? Die vragen kwamen naar boven. En niet zozeer omdat ik niet gelukkig zou zijn, maar wel omdat op dit moment zoveel mensen getriggerd worden door wat er allemaal gaande is in de wereld. En wanneer ik doorheen zo'n dergelijke periode ga, dan is er altijd iets waarover ik ervaringen mag opdoen, zodanig dat ik dat met jullie kan gaan delen en het jullie ook weer verder kan helpen. Ze noemen het leiden door ervaring. En dat is niet altijd evident, maar dat is de manier waarop dat mijn ziel gekozen heeft om het te doen. En dat is oké. Ten slotte is eigenlijk ook hetgeen dat er gebeurt op collectief niveau, op dit ogenblik. De wereld werd de laatste maanden regelmatig op pauze gezet en niemand weet hoe dat eigenlijk ook verder zal gaan. De angsten rond het virus en vooral rond de inperking van onze bewegingsvrijheid en vrijheid in het algemeen wordt weer aangewakkerd naar een van de zogezegde tweede of misschien zelfs ondertussen derde golf. Wie houdt het daar nog bij, hè? Maar meer en meer merk ik ook dat via de media het bericht wordt ingestuurd dat niemand immuun is tegen dit virus. Hè. Waaronder ik bijvoorbeeld ook merk dat mensen, politieke leiders, getroffen worden of mensen die zelfs misschien wat meer in de spiritualiteit of spirituele wereld bezig zijn, ook getroffen worden. En hierdoor worden we eigenlijk opnieuw geconfronteerd met onze eigen grenzen. Het feit dat een menselijk leven eindig is en dat je fysieke lichaam ooit op het punt zal komen dat het zijn maximum heeft bereikt. Echter, jouw realiteit dat wordt gevormd door de overtuiging die je hebt. Dus de vraag is van, klopt het dat jouw fysieke lichaam een houdbaarheidsdatum heeft? Of is dat slecht iets wat we willen geloven, iets dat ons wordt opgelegd om te geloven, om ervan uit te gaan? Nu, wanneer een geluk gestuurd en beïnvloed wordt door omstandigheden van buitenaf, dan kan jouw geluk van de ene moment of van de ene dag op de andere dag worden afgenomen. Is het door een pandemie, of door een ongeval, of door een faillissement, of wat dan ook, wat dat er gebeurt op dat moment in jouw realiteit, waardoor dat jouw geluk plots gaat wankelen. En de les hierbij is dat je leert dat geluk eerder een status van zijn, zodat het niet meer mee verandert met de uiterlijke omstandigheden en realiteit. En wanneer je dat geleerd hebt, dan ga je kunnen ervaren dat geluk een constante wordt in je leven. Dat je iets dat je kan oproepen wanneer dat je wilt. Wat dat maakt dat je eigenlijk het gevoel krijgt om er meer controle over te krijgen, want je kan het oproepen wanneer dat jij dat wenst. Nu, doe eens de oefening en vraag eens rond in je omgeving, wat is geluk? En je zal merken, net zoals ik zelf ook de oefening gedaan heb de afgelopen week, dat je heel uiteenlopende antwoorden krijgt. En wanneer je telkens een stukje dieper gaat en verder gaat vragen, kom je eigenlijk bij iedereen uit bij een gevoel. Een emotie dat ze ervaren of dat je ervaart wanneer dat iemand zegt op dat ogenblik gelukkig te zijn. Zo is de ene gelukkig door met een bepaald type auto te rijden, de andere is gelukkig met een lekkere maaltijd, nog iemand anders is gelukkig door een knuffel te ontvangen of te kunnen geven aan een dierbare. Dus de uiterlijke omstandigheden zijn anders, maar het gevoel van een diepe vervulling die blijft hetzelfde.
En wanneer je geluk ervaart, dan ga je vanzelf ook krachtiger gaan voelen. Je frequentie gaat hoger gaan trillen en waardoor je ook connectie maakt met de overvloedige energie van de bron. Dus geluk voelen is eigenlijk één uitdrukking van de onvoorwaardelijke liefde die we allemaal lichamen, dat we allemaal zijn, waar we allemaal mee verbonden zijn. Alleen door ervaringen in ons leven konden we geen verbinding meer maken met die kracht. We waren eigenlijk wat bang om gelukkig te zijn. En ik heb daar al een video over gemaakt, hè? Angst om gelukkig te zijn. Want om liefde te voelen in al zijn facetten, moeten we onszelf weer een stukje gaan healen. Want doorheen verschillende levens hebben we meermaals liefde en geluk door uiterlijke omstandigheden, door uiterlijke persoon verloren. Net alsof dan een externe bron of meester beslist over hoeveel geluk en liefde dat je mag ervaren. En als je aan je quota zit, dan is het gedaan. Net alsof wat die meester of die persoon of die situatie beslist van, nu is het genoeg. En dan overkwam dat ons vaak zonder enige waarschuwing. Omdat we natuurlijk niet verbonden waren met onze intuïtie, met onze innerlijke leden. Echter, dat is net hetgeen wat ze ons willen doen geloven. Dat we afgescheiden zijn van de anderen. Dat we van de ene dag op de andere dag ons geluk kan worden afgenomen. Dat liefde ons kan worden afgenomen. Of dat zelfs dat je liefde niet waard bent. Maar weet dat niemand anders controle heeft over jouw leven, behalve jezelf dan. Nu, van waar komt dat idee of het gevoel van dat dingen, dat we afgesneden zijn van dingen, dat we afgescheiden zijn van dingen? Wel, dat komt eigenlijk omdat we leren over deze dualiteit. En door te ervaren hoe dat voelt wanneer je gescheiden zou zijn van iemand anders, ga je ook meer gaan en beter gaan kunnen appreciëren dat je één bent met alles om jou heen. Niet alleen met je geliefde, maar met alle leven, waar ook ter wereld, waar ook in het universum of welke dimensie dan ook. En wanneer je dat gaat gaan erkennen, dan ga je meer en meer de kracht vinden in jezelf om geluk ook te integreren in jouw zijn. Omdat je op dat punt weet dat geluk niet bepaald wordt door je uiterlijke omstandigheden, maar dat geluk een gemoedstoestand is. Een emotie die altijd beschikbaar is en die vooral altijd in jou aanwezig is. Ook al kan je er niet altijd onmiddellijk verbinding mee maken. Dus dat betekent dat geluk eigenlijk altijd beschikbaar is op het punt dat jij daarvoor kiest. Door alle laagtrillende emoties, zoals verdriet, ontgoocheling, angst, boosheid, door die allemaal te gaan ervaren, kan je ontdekken wat het verschil is met die hoogtrillende emoties, zoals geluk, dankbaarheid, liefde, innerlijke rust en zelfs vrijheid, als je dat ook kan aanschouwen als een emotie. Maar uiteindelijk, vrijheid is het ultieme doel van je ziel. Voelen dat je zelf je leven vormgeeft, zonder afgestoten of gescheiden te zijn van de rest. Dus je voelt dat je zelf controle hebt, wat dat eigenlijk verbonden is met je mannelijke energie, maar je behoort toch nog tot de eenheid. En dat is dan verbonden met de vrouwelijke energie. En dat bedoelen we eigenlijk ook wanneer ik spreek over eenheid en individualiteit. Beseffen dat je deel uitmaakt van een grotere geheel. Beseffen dat je vrouwelijke en mannelijke energie in jezelf hebt en mag in eenheid en balans gaan brengen. En beseffen dat je eigenlijk dan vanuit al de acties die je neemt, dat die ook een invloed hebben op de rest van jouw leven, maar van het leven. Dus van iedereen in je omgeving, iedereen die met jou in contact komt. De gedachten die je het universum instuurt, de energie die het universum instuurt. Dus dat is heel belangrijk om daar rekening mee te houden. Omarm je authenticiteit, omarm je individualiteit. Want hou rekening dat met het feit dat het belangrijk is dat je weet wat dat jou uniek maakt. Want dat zorgt ervoor dat je in staat bent om vanuit die authenticiteit in het leven te gaan staan. En alles wat je doet, niet alleen een meerwaarde is voor je eigen leven, maar eigenlijk ook een bijdrage is en een meerwaarde is voor het grotere geheel. Nu, hoe meer dat je ook gaat leven vanuit je authenticiteit, hoe meer dat je ook meer emotionele vervulling gaat gaan ervaren. Waardoor dat je eigenlijk niet meer zozeer gaat gaan leven om materiële doelen te bereiken. En net daar ligt de magie. Want van zodra dat je materie minder kracht geeft
en je minder materie in je leven wenst vorm te geven, te manifesteren, creëer je eigenlijk meer ruimte om meer aandacht en meer energie te kunnen geven aan de innerlijke gevoelens die je ervaart. Waardoor je eigenlijk op dat ogenblik als automatische reactie van het universum meer overvloed zal gaan ontvangen. Net omdat je de verwachtingen rond je verlangens, rond de materiële zaken, dat je die allemaal loslaat. En je vertrouwt dat wat voor jou voorbestemd is, wat altijd zal komen. Op de tijd en in de ruimte en in de vorm dat voor jou hoogste goed is. En dit weten brengt je niet alleen innerlijke rust, omdat je erop vertrouwt dat alles gebeurt en verloopt zoals het moet verlopen. Maar het is tegelijkertijd ook een kans om nog weer meer geluk te gaan ervaren. Ik zou zeggen, ga eens aan de slag met die gedachten. Probeer het eens en kijk eens van wat dat geluk voor jou is. En ervaar je toch moeilijkheden met het verbinden met dat geluk in jezelf? Kijk dan waar dat jouw gedachten op gericht zijn. Maar kijk ook van welke emoties je ervaart. Vooral de emoties die mogen aangekeken worden. De emoties die jou ondersteboven brengen, die je ondersteboven gooien, die je ervoor zorgen dat je niet meer met je voeten op de grond staat, maar dat je eigenlijk wat verloren geraakt in die emoties. Stel jezelf de vraag van waar heb ik verwachtingen over? Is er iets in de relaties, in situaties, waarin dat je verwachtte dat op die of die manier gaat gaan verlopen? Of dat het tegen dan of dan gaat gebeuren? Dus hoe denk je dat iets of iemand zus of zo moet gaan reageren? En dan is het gewoon een kwestie van dat alles los te laten. Met je aandacht in het nu te brengen. En hiervoor helpt het heel beste eigenlijk om je aandacht ook naar je ademhaling te brengen. Want ademen gebeurt altijd in het nu. Je kan niet ademen in het verleden, je kan niet ademen in de toekomst. Hè. Dus door te focussen op je ademhaling, dan kan je ook beseffen dat je leven nu is. Dat je niet leeft in de toekomst en ook niet in het verleden. Nu, als je niet tevreden bent met wat je nu hebt in je leven, dan kan je gaan kijken van wat dat er veranderd mag worden. Maar vooral waar je jezelf nog tegenhoudt. Welke blokkades zijn er nog in je overtuigingen en de emoties die mogen aangekeken worden? En vooral in welke die mogen geheeld en getransformeerd worden? En als jij zegt van ik ben klaar om je geluk te ervaren en te ontdekken waar je zelf nog tegenhoudt, maar dat je zelf eigenlijk niet goed ziet, dan nodig ik jou uit om een transformatiesessie met mij te reserveren. Want in een transformatiesessie kan ik jou exact vertellen wat dat jouw blokkades zijn op dit ogenblik. Zodat je ook weer verder kan. En waar nodig ontvang je dan natuurlijk ook healing en inzichten. Zodat je jouw leven weer in handen kan gaan nemen. Want dat is mijn bedoeling, dat is mijn taak. Ervoor zorgen dat jij terug verantwoordelijkheid gaat nemen over jouw leven. Twijfel je over wat je nu op dit moment nodig hebt? Weet je niet goed wat te doen? Wel, dan kan je mij ook gewoon altijd een mail sturen met jouw vraag. Want ik neem altijd de tijd om daarop antwoorden. Op te antwoorden liever. En zoals altijd, mocht je nog vragen hebben, mocht je nog bedenkingen hebben, kan je ze altijd op mail zetten. Of in elke video onderaan is er een box met uitleg over op welke manier we kunnen samenwerken. Kijk zeker ook eens op de website, want niet alles staat hieronder in de video vermeld. Raak je er nog niet aan uit, stuur me dan gewoon een mailtje. En dan bekijken we wel wat dat jij nu persoonlijk echt nodig hebt om vooruit te kunnen. Zo, dat was het voor deze week over geluk. Ga eens aan de slag met de inzichten die ik jou mocht meegeven en mocht meedelen vandaag. En laat me weten, wat is geluk voor jou? Wanneer weet jij dat jij in hoge vibratie, in hoge trilling zit en dat je gelukkig bent, dat je gelukkig voelt? Zo, ik kijk eruit om met jou samen te werken en in ieder geval zie ik jou terug in een volgende video. Oh, en vergeet niet te abonneren als je wil weten wanneer ik nog een nieuwe video upload, want binnenkort ga ik ook weer nieuwe visualisaties gaan delen en gaan opnemen. Dus het zou jammer zijn als je dat aan jou voorbij laat gaan. Zo, tot in de volgende en geniet nog van jouw week. Dag!